Per dag gebruiken we per persoon zo'n 120 liter water. Om de wc door te spoelen, om onze handen te wassen, om te douchen, om te koken en om de vaat te doen. En dat vuile water? Waterschap Hollandse Delta zorgt 24 uur per dag en 7 dagen per week ervoor dat het water uit ons gebied gezuiverd wordt. Hey Roland, vertel, waar zijn we en wat zien we hier? We zijn hier bij een van de rioolwaterzuiveringen van het Waterschap Hollandse Delta. En hier komt het water binnen wat door bedrijven en ook door burgers zoals door de wc gespoeld wordt en zo. En dat wordt dan hier gezuiverd? Ja, inderdaad, dat gebeurt hier. We maken eigenlijk gebruik van de natuurlijke bacteriën, dus wat ook in de natuur voorkomt. Hier doen we dat dan op grote schaal toepassen, dus extra geconcentreerd. Voegen we extra lucht toe, zodat de bacteriën genoeg zuurstof hebben om hun werk goed te kunnen doen. Hey, dit water ziet er eigenlijk best helder uit. Is dit wel iets wat we kunnen drinken? Nee, het is zeker geen drinkwater. Wij zuiveren het water volgens vergunningen om het te lozen als oppervlaktewater. En kunnen mensen dan nog ergens mee helpen? Mag je zomaar alles in het riool gooien? Nee, het is zeker niet de bedoeling dat je alles in het riool gooit. Eigenlijk horen er maar 3 dingen in thuis. De 3 P's, poep, plas en wc-papier. De 3 P's, poep, plas en wc-papier. Nou, lijkt me duidelijk.